Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga vandaag een boekje lezen uit Jip en Janneke. En het verhaaltje heet Bootje varen. Ik heb een schip, noem Janneke. Het bed is een schip. Er moet eerst een zeil op, zegt Jip. Jip en Janneke spelen in de slaapkamer. In de slaapkamer bij Janneke thuis. Want het regent en moeder heeft gezegd, ga de keuken uit en gauw. En nu zitten ze dus op het grote bed. En het bed is de schip. Ik weet wat, zegt Janneke. Hier is een droogrek. Dat is de mast. En nu de zeil, zegt Jip. Dat is wel makkelijk. Het zeil is natuurlijk een laken. Oh, wat een schip is dat nou. Waar gaan we naartoe? Vraagt Janneke. Naar Amerika, zegt Jip. Mag Takkie ook mee? En de poes? De poes ook. En de beer? En Poppe Jans? Ja hoor, iedereen moet mee. Nu moeten we nog eten hebben, zegt Janneke. Voor onderweg. Haal jij eens wat eten, zegt Janneke. En Jip haalt een stuk brood, een fles melk en een peer. Hij doet het in een mandje en hij loopt ermee de keuken uit. Hé, zegt moeder, waar gaat het naartoe? Maar Jip heeft zo'n haast, hij geeft geen antwoord. Zo, nu hebben ze een schip vol en daar gaan ze, helemaal over zee. En het stormt zo en de golven zijn zo hoog en bijna valt Takkie overboord. En ach, daar valt de fles melk om. Wat doen jullie nou? Vraagt moeder. Ze is ineens binnengekomen. Oh, wat een stoute kinderen. Alles in bed. En de melk ook. Ja, maar het stormt ook zo, zegt Jip. We waren bijna in Amerika, zegt Janneke. Maar moeder wil niet luisteren. Ze jaagt alle beestjes uit het schip en ze neemt de mast eraf. En het zeil. En ze jaagt Jip en Janneke naar de huiskamer. Jammer, hè? Hier hebben ze het schip gemaakt van het grote bed. En daar zitten alle diertjes bij. Dit was het boekje. Ik hoop dat jullie het hartstikke leuk hebben gevonden. En tot de volgende keer. Doei!